Goedenavond allemaal, dames, heren, jongens, meisjes. Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn, hier in de schuilhoek. In de sfeervolle schuilhoek, mag ik wel zeggen. We zijn vanmiddag druk bezig geweest alles op te bouwen, om te bouwen. Vooral Ellen heeft het heel erg druk gehad om haar prachtige mini-museum neer te zetten. Exposure, daar zijn we nogal even mee bezig geweest, hè, jongens, de afgelopen maanden. En het was echt heel erg leuk. Want er waren jongeren bezig, die hebben een DJ-cursus gedaan. Er waren jongeren die zijn wezen tekenen, samen met Ellen. En met de DJ's die zijn bezig geweest met Sonny. En we hadden ook een rapper reporter, een mediagroepje. En die is met RTV Eimond aan de slag gegaan. Nou, een paar maanden bezig en dan krijg je dit. En dat gaan we vanavond allemaal zien en horen, geloof ik vooral. Ik denk vooral de DJ's, we hoorden net al wat. Klonk al erg leuk, jongens. En we krijgen een reportage te zien van de mediagroep. En we kunnen zometeen in het kleinste museum kruipen. Dus ik wil eigenlijk alvast een applausje voor al die jongeren. Dan heb ik vanavond wat hulp van Roos. En Roos die hoort bij het mediagroepje ook. En die heeft zich werkelijk helemaal ontpopt tot rappe reporter. En zij gaat vanavond de interviews doen. En we gaan beginnen met de DJ's, hè? Nou, dan geef ik nu de microfoon aan jou. Jij hebt de DJ-cursus gedaan. En wat vond je daarvan? Ik vond het heel leuk. Ik vond dat Sony Bas het goed uitlegde. En ik heb heel veel geleerd ervan. En wat heb je precies geleerd? Nou, liedjes inmixen. Dus liedjes over elkaar heen lopen zonder dat je het hoort. Daar heb ik heel 6 weken lang mee geoefend en dat ging uiteindelijk heel goed. Jij hebt ook de DJ-cursus gedaan en wat vond jij ervan? Ik vond het echt leuk en een beetje hetzelfde als Samuel, maar ik was een beetje de laagste leerder, maar ik heb heel wat geleerd. En wat heb je precies geleerd? Hoe je moet mixen, draaien en hoe deze werkt. Nou, nieuwe DJ's, dan willen we dat ook wel even horen natuurlijk, hè? Ik vond het heel erg leuk om een leuke tekening te maken en veel geleerd. En wat heb je dan allemaal precies geleerd? Ik heb gewoon geleerd hoe je heel creatief kan zijn en van Vincent van Gogh bijvoorbeeld veel gehoord over. Ja, ik vond in principe de cursus wel leuk. Je leert met wat nieuwe dingen omgaan en materiaal op andere manieren te gebruiken dan je gewend bent. En wat heb je ervan geleerd? Zoals het is... Niet echt zozeer dat je nieuwe technieken aanleert, maar op een nieuwe manier ze leert te gebruiken. Ik vond het vooral heel leuk en ook leuk met de camera te werken. En het was ook best wel leerzaam. En wat heb je dan allemaal geleerd? Hoe de camera werkt, hoe je kan opnemen, wat voor licht je nodig hebt en hoe je het in kan stellen en hoe je moet monteren. En wat vond je het leukste? Eigenlijk alles wel. En Jarno, hoe vond jij het? Ik vond het een informatieve cursus. Ik heb ook veel geleerd. En vond je het ook een beetje leuk? Ik vond het hartstikke leuk. En wat heb je allemaal geleerd? Hoe de camera werkt, hoe je moet scherpstellen, hoe je het licht erin moet stellen en hoe je moet interviewen. Jongeren kun je zo lekker enthousiast maken. En er gaat gewoon een wereld voor ze open. Dingen die je zelf eigenlijk al weet, zien jongeren toch weer anders. Dus je leert ook weer van die jongeren zelf. Het is zo gaaf als je ziet dat, hè, zoals Jarno achter de camera staat, die staat gewoon te stralen.
Daar word je zelf ook helemaal blij van. En het is onze toekomst natuurlijk. Tuurlijk. En we hopen natuurlijk altijd dat we vrijwilligers eraan overhouden. En dat is nu ook gelukt, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. Ik geloof dat Jarno nog wel blijft. Ja, en we hopen toch die anderen ook wel, hoor. Oh, dat is wel heel erg leuk. En dan wou ik Henk eigenlijk ook nog wel even hier naar voren hebben. Wat heb je allemaal gedaan met de jongeren? Nou, eigenlijk van alles wat je maar kan verzinnen. Ze hebben camerawerk gedaan, editing, interviewen. Alles wat met radio en tv te maken hebt, zeg maar. En hoe vond jij het om met deze doelgroep te werken? Nou, ik heb me eigenlijk prima vermaakt, als je dat wil weten. Ja, ik vind het leuk. Ze zijn lekker enthousiast en dat vinden wij ook leuk. Dus, Ik wil afsluiten met een gigantisch applaus. Jullie kunnen nog tot 9 uur nog genieten van de drankjes en de lekkere hapjes en de muziek. En daarna is het feestje alweer over. Maar volgens mij wel voor herhaling vatbaar. Of niet dan? Ja! Yeah. Nou, wie bent er volgend jaar? En fijn dat jullie er allemaal waren. Nou, Melie, dankjewel. Vanuit de Welschap wil ik ook nog Monique bedanken voor haar inzet en het cultuurhuis. Dankjewel, Monique. Verder fijne samenwerking, dus top, dankjewel.